De vierde waarneming is dit van een grauw klavier op de Vijfhoek. De vogel werd ontdekt door Hans Niekes, door een aantal mensen gezien en de dag erna, 11 augustus, gefilmd. De vogel dook redelijk laat op uit zijn slaap, wat ook wel te verwachten is, en zit hier toilet te maken op een van de dode staken te zien vanaf de telpost. Later zou hij gaan jagen en hij vangt dan ook een insect die hij bovenin de braamstruiken opeet. Uiteindelijk is de vogel opgevlogen en richting zuid vertrokken. En niet meer teruggevonden, vooralsnog. Het gaat om een vogel die dit jaar geboren is. Je ziet hier de bandering op zijn rug en op zijn flanken. En verder is hier ook wat vaaltjes getekend.